altijd mijn lengte staat. De ene keer staat 2 meter 2, dan 2 meter 4, 2 meter 5. In elk interview zeg ik weer dat het 2 meter 6 is, maar dan de week daarna staat het weer 2 meter 2. Dus ja, ik ben al eenmaal zo lang en ja, zo ben ik. Ik denk onze overwinning op Frankrijk op het EK was stonden achter de hele tijd. Dus ik zat op de bank en dan ja, zit je toch van nou, lijkt erop dat we naar huis gaan. En toen uiteindelijk scoorden we en ja, het was gewoon blijdschap vanaf de bank rennen naar die jongens en ja, gewoon een feest eigenlijk. Ik vind koken of zo ook wel echt leuk om daar echt goed in te zijn. Dus echt heel lekker kunnen koken en dat soort dingen. Af en toe doe ik het wel eens en dan ja, smaakt het volgens mij ook wel prima. Maar toch om echt een beetje die speciale gerechten en zo te kunnen maken, zou ik wel lekker vinden. Dat kan je echt heel makkelijk leren, toch? Ja, 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 goed. Dan moet je er echt even tijd in stoppen en veel aan doen. Maar dat zit er nog niet echt in. Ja, probeer ik zo rustig mogelijk te blijven eigenlijk. En ja, je weet als keeper, als het misgaat, is het vaak een goal. Dus ja, dat is wel een risicovol vak. En ja, soms krijg je hele wedstrijd niks te doen en moet je op één moment moeite staan. En ja, als je er dan niet staat bijvoorbeeld, dan krijg je alles over je heen. Dus ja, soms is het wel lastig, maar ja, kan ook wel weer team helpen en uitblinken in sommige wedstrijden. En dan ben je de gevierde man, dus dat is dan ook weer het mooie eraan. Zo, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik best wel goed kan handballen ook, maar dat eigenlijk nooit echt doe. Vroeger wel. Ik heb wel lange armen natuurlijk, dus ik kan ook best ver en hard gooien. Dus dat vind ik ook altijd wel leuk om te doen en om naar te kijken. En mijn moeder heeft ook altijd gehandbald, dus het zit een beetje in de familie. Hoe is het dan opeens toch voetbal geworden? Ja, het was toch net wat leuker eigenlijk. Dus daar had ik net wat meer plezier in. En ja, heb ik het handbal een beetje links laten liggen. En was toen eigenlijk alleen maar voetbal, voetbal, voetbal. Normaal ben ik altijd een groepje met Sven Botman, die is er nu niet bij, en Jurgen Ekkelenkamp. Dus dat is wel een prima groepje. Ik ken ze vanuit Ajax en ook vanuit jeugdelftallen bij Oranje. En altijd een goede band gehad en ook buiten het voetbal af en toe wat dingen doen met elkaar. Dus ja, dat is wel een bepaalde soort vriendschap wat je opbouwt. En, dus dan is dat wel fijn om hier ook even met elkaar te zijn. Het klinkt altijd die clichés van hard werken en dat soort dingen, maar ik denk altijd wel als je ja, gewoon een doel voor ogen hebt en daar gewoon hard voor werkt en ja, gewoon je ding blijft doen ondanks wat mensen zeggen of niet proberen naar beneden te halen of zo, gewoon, ja, gewoon je doel achterna jagen.